mensen, welkom dat je kijkt naar een nieuwe video van Stictanium. In deze video gaan we eigenlijk Clash Royale spelen terug. Gisteren kwam er geen video online omdat ik eigenlijk mijn gsm, we gingen kijken voor dit is nu een nieuwe gsm dat ik gebruik. En dus eigenlijk moest ik, kon ik geen maken omdat mijn gsm was niet in staat ervoor. En we maken eigenlijk een, in deze video gaan we eigenlijk een deck maken waarmee je, hoe je een deck maakt. Het eerste dat je erin zet is een pay to the win. Dus dat wil betekenen dat, dat de kaart meteen naar de toren gaat. Dan heb je een tank nodig. Bijvoorbeeld de ridder is een prima tank. Die eigenlijk alles countert. Dan heb je eigenlijk drie supports nodig. Dan heb je drie dingen eigenlijk die aan die lucht aanvallen. Dus deze bijvoorbeeld, deze zijn prima. Dan heb je twee spels nodig. Dus dat is een spreuk. De spel eigenlijk is een spreuk. Dan heb je nog een building nodig. Als building gebruik ik meestal mortier, pomp of bomtoren. Dat kan ook nog goed zijn. En nu plaatsen we een pomp, want als tank gaan we hier een pekka zetten. Dan voor de rest, dus prima. Wacht, ik ga één ding wisselen. Nee, hier niet. Hier. Op zeldzaamheid. Nu spelen we een potje tegen de spelers. Hij komt met een Hogrider balloon deck. Dat verwacht hij niet in zo'n dekken. We plaatsen de splitten archers. Hier. Dat is het perfecte ding om hier te gaan. Maar dit kunnen we dan niet counteren. Maar hij countert dat perfect. Hier plaatsen we een elixir pomp. Deze gaan zeer veel damage doen, denk ik. Ja, echt veel damage. Dus plaatsen we hier onze koboldenton neer. Deze. Dat kan ik niet anders doen. Je doet wel heel veel damage. Deze toren zijn ook kwijt. Kom met een kleine counterpush. Hier zetten onze pekka neer. Pekka heb ik niet zo'n hoog level, omdat ik niet veel met pekka speel. Dus daarom heb ik pekka niet zo'n hoog level. Ik kom net te laat. Jammer. Dat wordt nogal lastig. Deze plaatsen we hier. Dat is dom wat hij nu gedaan heeft. Better hem er meteen achter. Deze doornemen. Beam. Perfect. Archers hier achter. Om deze ding te counteren. Pekka plaats nu hier met Pekka. Pekka hier. Hier plaatsen we onze musketier. En hier plaatsen we deze. Want hier kunnen we niks anders zijn dan deze makker. En dat heeft wel best. Ze hebben wel een best sterke deck. Naar mijn zien. Dus dit counteren we makkelijk. Hier plaatsen we een elixir pomp neer. En gaan we vol aan met battle ram. Ik denk niet dat hij de hoofdtoren heeft. Nee, hoofdtoren heeft hij dan eigenlijk niet. We hebben zijn toren ook wel niet. Als hij is nu gaat met MLM. Nu gaat hij met MLM. Dat is dan verslagen. Bim. Mijn pekka gaat dood. Net niet. Maar je gaat geen hit mee doen.
kunnen we wel vergeten. Dat was echt dom, dat idee, maar hoor. Oké, dat is perfect aanval. Perfect. En dit hebben we dus gewonnen. Ja, mensen. Bedankt dat jullie keken naar deze video. En later!